Henk, laten we maar beginnen met de gezondheid. Helemaal hersteld? Ja, zeker. Je had hem flink te pakken, hè? Vorige week minimaal 5 dagen afwezig? Nee, als je de vrijdag mee rekent, volgens mij 3. 4. 4. Dus ja, ik had wel behoorlijk te pakken. Ik twijfelde even, ook de testen gedaan natuurlijk, maar dat was het gelukkig niet. Ja, dus die griep heerst natuurlijk weer een beetje. Ja. Hoe is het met je spelers dan qua fysiek, qua blessures, misschien ook qua griep? Nou ja, degenen die er kunnen zijn en moeten zijn, die zijn oké. Okay. Dus wat dat betreft geen problemen. Ja, want we zagen ook weer Bas Dost weer volop meedoen met de training. Ja, volop. Kijk, ik moet wel zeggen, men moet wel weten dat hij al een behoorlijke tijd met pijn speelde, met pijn traint. En hij doet er alles aan om erbij te zijn, want uiteraard willen we hem wel er graag bij hebben. Tegen Heerenveen dan, een mooie 2-1 overwinning. Tweede overwinning op rij in de Eredivisie. We zijn het er beide over eens. Volgens mij niet alles ging perfect tegen Heerenveen. Welke zaken moeten nou nu echt beter als je kijkt naar die wedstrijd? Nou ja, kijk, vaak zit je te kijken van hoe kan het contrast zo groot zijn. Hè? Tussen nu is het een leukere, tenminste een betere uitkomst. Omdat je in de eerste helft matig was en de tweede helft qua organisatie beter stond. En dan heb je speciale kwaliteiten die de wedstrijd dan naar zich toetrekken. Maar het is wel duidelijk dat wij, zeker met de ervaring die we in de ploeg hebben, mag het ons niet gebeuren dat we zo'n matige eerste helft spelen in heel veel opzichten. Maar aan de andere kant was ik wel blij met de veerkracht. En dat ze tweede helft, dat het gewoon heel duidelijk was. En dat we gewoon met z'n allen ervoor gingen. En dan moet je ook een beetje geluk hebben. Of speciale kwaliteiten. En die kwamen denk ik nu samen. Ja. Je hebt het dan over die matige eerste helft. Hoe probeer je dan hier op het trainingsveld en overweg dat te voorkomen? Dat het dan in volgende wedstrijden weer gebeurt? Ja, nou ja, ik ben bang dat ik het woord proces moet gebruiken. Hè? In de sport, in het voetbal en dus ook bij ons. Ja, het zal een proces zijn, hè, waarin we steeds moeten aanreiken de beelden na de wedstrijden. En dat gaan we evalueren. En dan kijken we in eerste instantie als staf wat we beter kunnen doen om hun te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Maar uiteraard kijken we ook kritisch naar hun en zij naar ons. Dat is wat je moet doen om het te verbeteren. Het spel, maar ook met name de resultaten. In dat proces kom je dan zondag FC Groningen tegen. Het is een stugge tegenstander voor Utrecht al jarenlang. Laatste overwinning in de Eredivisie was in 2015. Hoe kan dat toch, dat dan zo'n club zo'n jarenlang al zo'n stugge tegenstander is? Ja, blijkbaar, het is heel gek. Blijkbaar ligt dat elkaar niet. Ja, of juist wel, hoe je het wil zien. Maar het is aan ons om dat te doorbreken. En wij moeten ook wel. Hè. Zo simpel is het ook. Dus die druk moeten we onszelf ook wel een beetje opleggen. Want 2 is mooi, maar een derde erachteraan, dat is natuurlijk, dat geeft heel veel plezier. Wat kunnen we dan specifiek van dit FC Groningen verwachten? Nou ja, ik vind dat ze aan de bal en in omschakeling naar balbezit, vind ik dat ze zeker kwaliteiten hebben. Ik vind dat ze een aantal uitstekende voetballers hebben. Laros Duarte vind ik een uitstekende speler. Snelheid hebben ze, ja, zeker ook voorin. Dynamisch, ja. Ze hebben ook met Pepi hebben ze nu een speler erbij, een goed aanspeelpunt, kan scoren. En dus wat dat betreft is het zeker een lastige tegenstander. Aan de andere kant geeft het ook kansen. Want als wij met name in balbezit zorgvuldiger kunnen zijn, dan zien wij daar ook mogelijkheden. Ja. Je had het net over in Friesland, dat dan goede kwaliteiten ervoor zorgen dat je alsnog 2-1 wint. Waar liggen dan de kansen voor jouw ploeg zondag tegen Groningen? Nou, wat ik net zeg, ik denk dat wij in balbezit en ook in de omschakeling kunnen wij best wel pijn doen. Dus daar zullen zij zich ook tegen moeten wapenen, zoals wij dat moeten. Ja. En je weet in ieder geval één ding zeker. Nou, met Doevekas hebben we iemand die een knonskogel kan afschieten. En met Sanjan in de laatste minuut heb je ook iemand die nog wel een doelpuntje kan prikken. Ja, en ik moet zeggen, de actie op zich was natuurlijk zeker van een verdediger. Was een fantastische actie. Achter het standbeen, binnen-buiten en dan zo'n afwerking. Ja, dat is fantastisch. En ja, dat hadden we ook nodig. Want ik moet zeggen, Noppert vind ik een fantastische keeper. Ik ben bang dat wij ook 2 werelddoelpunten nodig hadden om hem te passeren. Ja. Op naar nummer 3. Ja, gaan we doen.